Zo hebben we er ineens 36.000 stemmen bij. Dat is toch prachtig. Cultuur in actie, live vanuit Utrecht. Aan tafel Mirjam Gosselink. Ja. Ik hoef geen u te zeggen, geloof ik. Nee. Was ik wel van plan trouwens. Als je het graag wil, mag het wel hoor. Maar ik luister over het algemeen liever naar je. Ja, misschien denkt dat het toch automatisch dan toch gebeurt. Neemt u mij dan niet kwalijk? Nee, is helemaal goed. U bent theatermaker en docent drama. Ja. En regisseur van La Troupe. Je hebt online zitten kijken. Ja, dat is wel de bedoeling, toch? Dat je je voorbereidt op je gasten. Ja. Onder andere werk ik bij La Troupe, een amateurgezelschap. Amateurgezelschap. Ja. En ik vond vooral terug dat u heel erg bezig bent met de nieuwe generatie. Hè, door de opkomende makers les te geven, maar ook te adviseren. Waarom is het juist belangrijk om die nieuwe generatie te stimuleren? Ik vind het gewoon een onderdeel van opvoeding, van prettig in de maatschappij te staan. Ik heb zelf gemerkt door cultuur, door kunst, dat ik heb leren improviseren. Ik heb geleerd om creatief te denken, flexibeler te zijn. Er zijn zoveel bijkomende aspecten. Die horen bij het leven. Kunst en cultuur heeft uw leven rijker gemaakt. Ja. Want als ik het zo hoor, zegt ik heb creatief leren zijn en met bepaalde situaties om leren gaan. U heeft zich dus als mens beter kunnen ontwikkelen door kunst en cultuur. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. En is het daarom ook zo belangrijk dat alle kinderen of jongeren zo vroeg mogelijk in aanraking komen met kunst en cultuur? Ja, ik geloof wel. Als ik bijvoorbeeld op een basisschool les geef. Sowieso zijn kinderen hebben nog veel meer inzicht dat ze van zichzelf speels zijn. Dus dat wordt er voor een deel ook later wat meer uitgehaald. Maar ook kinderen die dat niet hebben leren wel om zich te mogen uiten. Wie ze zijn. Maar ook het plezier om in een hele andere rol te zitten en samen een voorstelling te maken. En waarom is het voor u belangrijk om vandaag hier te zijn? Nou, in eerste instantie heb ik het gedaan. Ik zou rond dodenherdenking. Ja, 4 mei. Heeft u ieder jaar samen met een aantal collega's en spelers een voorstelling? Ja. En hoe is dat dit jaar gegaan? Nou, die voorstelling kwam ook dus online? Niet. Nee. Je ziet dat heel veel dingen naar online verplaatsen. Ja, maar dat was echt bij dit niet mogelijk. Dus we hebben moeten stoppen. We zaten nog in het repetitieproces. De tekst was eigenlijk zo'n beetje af. En geen voorstelling. Jammer? En wat ik, heel jammer. En ook wel omdat wat ik zelf merkte rond 4, 5 mei, ook al gebeurde er heel veel online, het thema van dit jaar, 75 jaar vrijheid. Dat moet je fysiek voelen. Dat moet je, ja. Dat snap ik. Ja. Je moet de geluiden moeten tot je doordringen. En dat snap ik heel goed. Ja. En dat merkte ik. En er zou zoveel cultuur zijn die dagen. Ja. Wat heel Nederland mocht beleven. En dat niet mogelijk was. Dat valt dan in één klap weg. Ja. En we hebben natuurlijk, en dan denken we vervolgens, wat zullen we dan doen? Eerst dagen we nog in juni. Maar ja, in juni zitten mensen dan nog te wachten op dodenherdenking. Terwijl dat wel eventueel zo, we bedenken allerlei dingen. En uiteindelijk hebben we wel besloten, dan schuiven we het op naar het volgend jaar. Ja, want hoe gaat de komende periode voor u eruit zien? Want enigszins staat u dus wel open voor innovatie, hè? Voor manieren om toch verder te kunnen gaan met uw werk. Maar aan de andere kant zegt u ook van wat wij doen is vooral fysiek. Mensen moeten het vooral proeven, voelen en zien. Hoe gaat de toekomst voor u eruit zien? Voor in ieder geval de komende periode. Is dat nog een groot vraagteken? Een groot vraagteken, ja. Ja, ik heb ook nog andere werkzaamheden, zoals vaak allerlei mensen in de cultuur werken. Dus daar kunnen wel dingen virtueel. Lesgeven? Maar ik maak altijd voorstellingen. Dus in die hoek zal ik nu niet zozeer doen. Misschien wel op een basisschool, dat wel weer kan. Ja. En u gaat in ieder geval wel verder met het schrijven van prachtige gedichten. Nou, die schrijf ik niet, die schrijft mijn zoon. Maar die draagt u voor?
Hij heeft naar aanleiding van vooral rond de voorstelling Irich und Du, die we zouden spelen, nummer 5. En dit ging over vrijheid. En we hadden als ondertitel, dat ligt in Leerdam, is ook een oud gebouw. Daar staat de titel Vrijheid en is om geen geld te koop. Dat was ook de ondertitel van de voorstelling. En daar is een gedicht over gemaakt. Dat gaat u voor ons voordragen? Ja, in combinatie met deze tijd en het belang van cultuur. Mirjam Gosselink. Oké. Okay. Gratis vrijheid. Ben je arm? Zalig. Het verhaal gaat namelijk, vrijheid is geen geld. Het is geen macht of kracht. Geen goud of God, nee. Het is wat jij betekent voor de ander. Sommige verhalen bevatten samen wat er speelt tussen ons. Als wonderen reizen zij op uit een ramp. Let wel. Wat er tijdens tijd van strijd in onze hoofden gebeurt, van goede en kwade zin, vloeit uit in ons doen. En dat blijft vrij. Het verhaal gaat namelijk dat op is op, niet geldt op ons recht te bestaan. Dus geef elkaar die eerlijke werkelijkheid, waarin geld een middel is naar onze waarde en geen doel hoeft te zijn. Door uw zoon geschreven? Ja. En hoe oud is hij? 26. 26. En hoe trots bent u op hem? Ik ben trots op hem, ja. En het is heel leuk om met jonge en oudere mensen samen iets te maken. Ja. Al die generatie die dan een soort crossen. Ja, ja, ja. En dat vind ik wel mooi, dat het ook altijd, cultuur, kunst gaat altijd door. Dus ook al, dat is wel mijn hoop, ook al zijn er, zoals deze periode, en zijn er echt problemen, moet er echt meer aandacht zijn voor de kunst. Maar vooral dat ik merk, het is een onderdeel van het leven. Ik vind het zo belangrijk, dat hoop ik heel erg, dat ook de overheid daar ook achter gaat staan, achter mijn mening. Dat we het als onderdeel, als waarde van ons leven zien. U zit hier in ieder geval namens uw zoon om te tekenen. Namens wie nog meer? Oh, mijn zoon komt zelf ook nog. Dus die zal voor zichzelf tekenen. Oh, die telt u nu niet mee? Nee, die tel ik niet mee. Nee, ik ben wel van de dubbele. Voor hoeveel mensen dan wel? Ik wil best ook voor hem tekenen, hoor. Maar hij is oud en wijs genoeg om het zelf te doen. Goed zo. Nou, het was wel grappig, want ik ben wel dan heel, ja, weet je, ik zat hier vooral ook voor het project Irich und Du. En toen zeiden ze later, ja, maar het is toch wel meer. Dus ik heb gekeken dit afgelopen jaar, met hoeveel mensen heb ik echt gewerkt op een of andere manier. En die ook de cultuur een hart die belangrijk vinden. En dat zijn er 75. 75 komen erbij, u mag het meteen opschrijven. Ja. Dank u wel, Mirjam Gosselink. En dan komen wij op 395.592.